Ja, en hier zijn we dan weer, hè? Ja, het is weer zondag. Zondagochtend vroeg. Dus het loopt tegen 9 uur. En dan zal je vragen, waarom zo vroeg? Nou, de dood in. Thank you.
Zo zijn we weer thuis, hè? Uit de kerk vandaan, weer lekker naar huis toe gegaan. Weer een lekker bakje koffie en een bergpijpje. Ja, kan ik jullie het zien? Ik hoop het wel. Ja, dat, ja, de diertjes ook weer blij dat ik thuis weer kwam. Dat, ja, straks eventjes lekker time-out. Eventjes zelf genieten. Rust nemen. En dan zullen we straks weer eventjes verder met andere de activiteiten. En dan zien we wel de dag ons brengen zal. Dat ja. Geniet ervan allemaal. Geniet van je bakkie, koffie, koekie, taartje, wat je ook neemt. Geniet er maar van. Ik doe het ook. Nou, moet je dat nou zien? Noem je dat nog geen broeder of zusterliefde? Of broer en zusliefde? Lekker naast elkaar. Ja. Ik vind het geweldig. En waarom liggen ze daar zo samen? Te gluren? Nou, ik zie niks. Ja, mijn rode dakhaas is ook buiten. Ik weet wel dat mijn blauwtje hier is. Kijk, daar legt ze dan. Ons blauwtje. Dat noemt men nou Russisch blauw met wit. Mooi poesbeestje, hè? Ja nou.
Was je weggegaan, man? Was je weggegaan? Ja, hé. Ga het zelf doen. Wat gaat ze nou allemaal doen dan? Wat doe je allemaal? Hé, leg je het huis te bewaken? Hé, wat is er allemaal? Oh, kijk, ze zit daar in de bak regenwater te drinken. Zo, ja, ik dacht zo, maar ik doe de beestjes er allemaal weer even op. Maar mijn rooi is weg. Waar die is, weet ik niet. Maar ja, die komt de volgende keer er wel weer bij. Ik zou zeggen, voor later, smakelijk eten. Ik ga nou dat niet vloggen dit keer, want het wordt gewoon patatje. En er wat erbij, verder is niks. Dus ik zou zeggen, smakelijk eten. Daarna een fijne avond. En voor later, een veld rusten en gezond weer op. Doei, doei.